deze video. Mijn naam is Wesley van Fiefboy 1999. We hebben vandaag een unboxing. Een unboxing van wel iets heel speciaals. Van een eigen FUD-kaart die ik wil laten maken. Die zit hierin. Ik ga hem voor jullie openmaken en we gaan er naar kijken. Moet ik even kijken hoe ik hem open krijg, zoiets. Nou, hier zie ik al wat. We gaan het gewoon zien hoe die eruit ziet. Ik heb natuurlijk zelf al, ja, ik weet natuurlijk al hoe die er ongeveer uit gaat zien. Als het even meewerkt hier, want het werkt er nooit mee, dat weten jullie. Nu wel, want ik weet nou hoe ik hem open moet krijgen. Zo, huppakee. 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 Kijk eens aan. Namelijk, er zit hier nog een extra kartonnetje ook nog. Eigen FIFA kaart, is een kleintje. Ja, die grote denk ik, die van Toonstra hier staat. Kijk, en is handig als ik een schaar erbij neem natuurlijk. Nou, openmaken. Hier en hier. En dan hebben we dit een kleintje, maar toch, is beter. Ja, ziet er super tof uit jongens. Jullie zijn ook natuurlijk benieuwd, ik laat je niet langer in spanning. Zo ziet hij eruit. FIFA Boy 1999 NL. Fotootje van mij. Logo van mijn YouTube. En voor de rest de stats. 99 natuurlijk. Einde van mijn geboortejaar. Einde van mijn geboortejaar zeg maar. De laatste cijfers. En de stats een beetje zo goed mogelijk. Laten neerzetten. Maar zeker super tof. Mooie kaart. Ik zou hem voor mij doen. Zelf mijn handtekening erbij zetten. Maar het is super mooi. Ik krijg zeker een mooi plaatje hierin. Deze kamer natuurlijk. Ja. Toch mooi om zoiets te hebben. En ik wou het jullie heel graag laten zien. En vandaar dus dit. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. En dat is eigenlijk iets. Een video. Een aparte video van deze vandaag. Een nieuwe video erbij. Naast de Career Mode en de Raad de Oranje Leeuw. Dus ook nu de unboxing van mijn eigen FUD-kaart. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat weten wat jullie hiervan vinden. En dan zien jullie hem zeker al vaker voorbij komen in de video's. Bedankt voor het kijken. En later.